Dit is de final lockdown. Hey. Deze man heeft echt ongekende creativiteit. Hoe bedenk je het toch? Ik denk alleen niet dat het de laatste is, yeah. Maar... Goed nieuws, Marco Borsato gaat optreden in Fortnite. Slecht nieuws, Marco Borsato Fortnite optreden gaat niet door. Zo zie je maar weer de negatieve impact van cancel culture. Het moet stoppen! Dames en heren, hij is binnen! Ferry Sussie, de Among Us dekbed overtrek. Deze gaat sowieso in de logeerkamer. Bij mij logeren is nog nooit zo leuk geweest. Je hebt deze, maar je hebt ook nog aan de andere kant. Heb je hem zo? Ja, dit is ziek toch? Iedereen wil bij mij logeren. Dit is hoerendik. Dit is Serpent Gameplay. Dat is iemand die altijd goed geïnformeerd is. Goed geïnformeerd? Ik geloof er geen flikker van, jongens. Altijd goed geïnformeerd. Betrouwbare eerste handbron. Ik probeer dus 16 races op de hoogste difficulty allemaal te... Kutzooi! Allemaal te winnen. En als je één keer zo voor de finish even genaaid wordt, dan ben je gewoon klaar. Godverdomme! Kak! Kut, kut, kut! Wat meet een pedometer? Heel veel kinderen in de buurt. Het zou wel leuk zijn. Oh, is dat niet een stappenteller? Dat is inderdaad een stappenteller. Heel goed, heel goed. Een vergelijkbaar incident gebeurde later in Helmond, toen hij per ongeluk in een straatboksgevecht terechtkwam. Wat? Hoe kom je per ongeluk terecht in een straatboksgevecht? In Helmond. Dat is mij nog nooit overkomen. Ik ben wel echt zo fucking blij dat ik gisteren naar de Spider-Man film ben geweest. Jullie kunnen allemaal mijn pik zuigen, maar echt. Oh, jij wil ook naar Spider-Man? Jammer voor je. Nee, maar echt, tik erin, weet je wel. Ik ga nu de hele film spoilen. Je kan hem pas over een half jaar zien. Zo fijn. Keta. Je moet er wat, hè? Aanschouw de dans van de paprika. Het is echt bizar dat die beest het zo opvreet en dat die hele paprika's van door die bak heen dansen, joh. What the fuck? Meelwormen zijn fucking crazy. Als we met z'n tweeën zijn, gewoon pakken en hopen dat je wint. Woe! Nog één! Ja! Nee! Ja! Ja! Het werkte! Pak die bitch vast! We gaan samen naar beneden, domme pik! Ik had dus ook vandaag dit boek gevonden. Financiële onafhankelijkheid voor vrouwen. Ik had hem moeten kopen ook gewoon. Ik ben oprecht benieuwd. Wat is er anders aan financiële onafhankelijkheid voor vrouwen? Wat valt er voor de rest extra te doen als vrouw voor je financiële onafhankelijkheid? Je hebt toch gewoon nog steeds huur of zo, toch? Huh? Ik zag wel één iemand, dat was echt bizar, die moest hoesten en die deed toen zo zijn mondkapje af. En toen zo het mondkapje weer op. Dat ik dacht, daar zijn ze niet voor bedoeld! In ieder geval, wat zit er nou in dat pakketje? Daar is hij hoor, Maxi Boy. Dit wordt top. Kijk ook die gelukkige blik in zijn ogen. Wat een man, wat een man. Echt, gisteren gewonnen, vandaag in huis, hè? Fantastisch. Max, Max, Max. Ahoe, ahoe, ahoe. What can I get for you, pimpin? Die? Die. Die? Liever iets te kiezen? Doe mij die maar. Welcompany, alle netwerken, alle toestellen, alle vrijheid. Beste ad ooit. 100% nul spijt. Do my Dimar. In hoeveel reclamevideo's zit van je Snoop Dogg wel niet, joh, echt. Easy Reach, the ultimate lighter. Perfect for candles, grills, and so much more. Zo goed.
perfect for candles, grills, and so much more. Haha, wiet, haha, wiet. Oh, in de keuken, in de hoek in de keuken. Nog één. Pak hem op, pak hem op. Je hebt 5 seconden om te planten, dus je moet of de diffuser pakken. Planten. F. Oh shit. F, nog een keer F, druk F. Ik ben bezig. Oh, dit is veel te spannend. Oké, en we moeten één nu, Teammates oprapen, draaien, nee, teammates. The fuck? Pak je teammate op, pak hem op. Godverdomme. Oké, Spas. Ik moet hier zo hard carryen, jongens. Ja, sorry. Ze zitten daar waar jij kijkt, Spas. Dit hebben we. Ja! Ja, oké, ik ga het zeggen. Ik vind dit echt wel crazy, man. Dit is denk ik het bewijs dat we in een simulatie leven. En dat op een gegeven moment, als je maar genoeg prikkels in die simulatie gooit, dat het computerprogramma gewoon vastloopt. Dat is wat er gebeurt als je te veel vuurwerk. Dat is alsof je te veel TNT afsteekt in Minecraft, weet je wel. Op een gegeven moment gaat de simulatie gewoon laggen. Volgens mij is dat het. Shoutout Jeugdjournaal voor het publiekelijk maken van mijn huisnummer. De meeste mensen hadden hem toch al. Neem hem mee. Ik vond wel lief dat ze dan toch voor de YouTube-versie toch eventjes mijn huisnummer geblurred hebben. Shoutout. Wat vooral ook opvalt hier, mijn deurbel. Ik heb dus een elektrische deurbel. Maar ik was te lui om te installeren. Dus ik heb echt een paar weken lang gewoon enkel de houder van de camera-deurbel daar gehad. Niet de deurbel zelf. Mooi spul. Dit gaat misschien fout. Oh. Mijn balletjes zijn er. Ze zijn nog warm. Dus zijn er ook zoveel. Tango music, the best of tango. Ja, ja, ja. Tango, ja? Best ja. Tango. Ja, je kan het. Oké, komt ie. En dan, op het begin draai je zo, hè? Ja, ja. Oh, en op je heupjes. En dan opeens erin draaien. En dan naar rechts. En naar links. Oké, linkerhand. Als dit niet goed is, dan weet je het ook niet meer. Dit is een beetje wat ik zei, hoe ze in Duitsland met het QR-beleid gaan. Ik zat een paar keer op stream te klagen dat toen ik in Duitsland was en ik mijn QR-code moest laten zien om een restaurant in te gaan ofzo. Ze scannen dus je QR-code niet. Ze kijken gewoon naar je QR-code en zeggen ze, hey, dat is een QR-code. Je mag naar binnen. Waarom scan je hem niet? Daar zijn ze voor gemaakt, joh. QR-code checkers zo van, jup, dat is er een. Het is pubertag, niet best hoor. Ik kom erachter dat dit een ding is door een pubertag. Ik ga echt op een dag door Instagram scrollen en zie ik, derde wereldoorlog is begonnen. Denk, dankjewel voor de update, pubertag. Ja, ik ben gewoon out of the loop. Dit is hoe ik erachter kwam dat dit een ding was. Pubertag. Ik vind dit hele format wel gewoon al heel goed. Jan Roos wordt geconfronteerd met de XXL gameplay. Dit is een culture shock voor die man, echt. Hij zei, ja, ik was op een soort, voor mij een soort geen stijl of poontachtig feestje. Ik kwam Jan Roos tegen. Ik wilde tegen Jan Roos zeggen dat ik het jammer vond dat hij niet meer op tv was. Dus zoiets zei ik, waarop Jan Roos antwoordde, ik heb momenteel te veel drugs op om met jou te praten. Maar dan niet als in een te veel drugs, ik kan niet uit mijn woorden komen, maar meer nee. Ik heb te veel drugs op om op dit moment met jou specifiek te communiceren. En dit is natuurlijk bijzonder. Maar als je stond te lachen, joh. En dit is natuurlijk. Dan moeten we echt heel hard lachen hierom. Ik denk dat ze een groot fan van me is. Ik zal even in de DM sliden. Hey, Lies, ik ben die guy van de Kinder der Toten gameplay. Ronde 14, zoals je zag. Pretty good. Blijkbaar maakt dat gewoon indruk. Daar gaan de dames lekker op. Ronde 14, hè? Dat is niet niks. Er is niks ergens in de wereld dan een expert level lock. Het is pijn, verdriet en andere emoties die ik niet onder woorden kan brengen. Dit is gewoon, Oh! Nee. Ik heb hem! Oeh!
Lekker pik. Oh, dus nog een save. Ah, kan gebeuren. We knallen hem erin. Die is ook wel echt heel goed. Gewoon jatten. Ah, kut. Wat ga ik zeggen? I'd rather die. Ik ga nu maar gewoon het hele dorp afmaken hier. Nee. Ik was toch niet verbrand om deze save game voor al te gaan gebruiken. Dus dan maar gewoon, ja, gewoon heel Markkart afslachten. Sorry dat het zo moet gaan, jongens. Maar de inhoud van de kluis is van mij. Haha. Op een gegeven moment is toch weer klaar met deze livestream. Ik kan het er wel bij hebben. Bro, stil gewoon het paard. Yeehaw. Oh, I'd rather die than go to prison. Yeehaw. Politie heeft niks op mij. Woehoe. Ja. We zijn los. Nee. We waren los. Kom op, baby. Kom aan. Ja. Boom. Dit is wat ik nodig had in mijn leven. Een victory royale.